wonder boven wonder, het is gelukt met het kraantje. En nu moeten we hier nog even zand bij doen. Water geven, veel water en meststof. En dan gaat hij nooit meer verhuizen. Die blijft hier staan, voor eeuwig. Mijn visie is vandaag helemaal tot leven gekomen. Dus de fantastisch mooie olijfboom die we in de plantenoutlet gekocht hebben, die staat in zijn gigapot. Dus we hebben bijgevuld met mediterraans potgrond. Dan van die schors erover gedaan. En ik heb heel veel water gegeven met ook wat meststof. Om het verpotten een beetje gemakkelijker te laten verteren. Maar oh my god, ik ben zo kei blij. Echt zo kei blij. Tijd voor een Griekse barbecue. Hey allemaal, welkom terug bij een nieuwe weekly vlog. Als het goed is, heb je intussen de vlog van Athene, onze travel vlog, gezien. Die is vandaag, as I speak, nog niet geëdit. Maar tegen de tijd dat deze weekly vlog online komt, gaat mijn travel vlog ook volledig klaar moeten zijn. Dus normaal gezien ga je eerst de travel vlog gezien hebben. We zijn een paar dagen naar Athene geweest. Dat is iets dat al heel lang gepland was. Dat ik maanden geleden geboekt had. We hebben de afgelopen jaren heel wat citytrips gedaan. Toen zijn we naar Rome gegaan, omdat we allebei nog nooit het Colosseum hadden gezien. En we hadden ook geen van beide de Acropolis gezien. Dus was de logische volgende keuze een bezoekje aan Athene. We zijn sowieso wel mensen die graag naar een stad gaan om de stad te leren kennen, te ontdekken, veel te voet te doen. En echt zo de vibe van de stad te voelen. En ik moet zeggen, Athene is echt een stad gericht op foodies. Sowieso, Grieken eten wel graag goed en lekker eten. Allerlei soorten eten, streetfood, meer fancy eten. Er zijn heel veel koffiebars. Dus eigenlijk voelden we ons daar meteen heel erg thuis. Het is 3 uur vliegen, wat op zich nog meevalt. Nu, voor de volledige vibe gaat je toch echt wel naar de travel vlog moeten kijken. Maar ik kan wel zeggen dat ik zeker nog eens terug zou gaan. Misschien niet midden in de zomer. Het maakt het net wat eenvoudiger als het zo bijvoorbeeld 25 graden zou zijn. Want we hadden nu 35 graden. En dat was op zich doenbaar, maar het was wel best warm. Gelukkig was er overal goed veel airco en zo. Maar bon, als je niet van de hitte houdt, moet je niet midden in de zomer naar Athene gaan. We zijn ook geweest begin augustus, dus eigenlijk net voor 15 augustus. Want dat is wel de periode dat heel veel Grieken zelf ook op vakantie gaan en dat de stad een beetje leeg loopt. 15 augustus is een belangrijke feestdag in Griekenland. Zo, dat is ook iets om rekening mee te houden als je toch nog een beetje keuze wilt in waar te gaan. We hadden ook een heel fijn hotel, goed gelegen, een klein boutique hotel. Dat verkies ik wel boven massahotels, gewoon omdat je dan net wat meer dat cozy gevoel hebt en de mensen aan het onthaal kennen nu direct. En ja, het is ook altijd meestal mooi ingericht, zo'n boutique hotel. Dus dat geeft wel wat extra cachet. Want ja, ik weet wel, de hotelkamer is alleen om te slapen. Maar het is toch fijn als het ook een mooie hotelkamer is. En vooral proper. Niet onbelangrijk. En dat was met dit hotel zeker wel. Dus ook daarvan een roomtour in de travel vlog. Het was voor ons ook even afwachten om te zien of we effectief zouden gaan. Als je de vorige vlog gezien hebt, dan weet je ongetwijfeld waar ik het over heb. Maar dat trip stond al lang gepland en geboekt. En ik heb voor vertrek nog een gesprek kunnen hebben met de dokter van mijn papa. En dat heeft me wel wat gerustgesteld dat we ook op de juiste weg zaten voor de revalidatie. Waardoor dat ik het ook wel aandurfde om effectief op reis te gaan en hem in bekwame handen achter te laten. Maar ik wil jullie vooral heel, heel erg oprecht bedanken voor de vele lieve, warme, ondersteunende reacties. Sorry, het is mijn droogkast. Die gaat nog een minuutje piepen. Voor de vele lieve reacties die ik gehad heb. Ook heel veel verhalen van herkenning. En zo ziet je maar, iedereen draagt zijn eigen verhaal mee. Iedereen maakt iets mee. Het leven spaart niemand. En we babbelen daar misschien niet altijd over. En we laten dat niet zien. We doen gewoon verder. Maar we dragen allemaal ons eigen leed mee. En ik denk dat dat ook een soort van gevoel was, van dat iedereen zei van ja, ik heb dit meegemaakt, ik heb dat meegemaakt. Dat er wel wat vertrouwen was in de comments om dat ook te delen. Waarvoor, echt, ik krijg nu kippenvel terwijl ik dit vertel. Mijn absolute dank. Ik ga niet wenen. Mijn absolute dank daarvoor.
Voor de reacties, voor de manier waarop dat jullie gereageerd hebben op de video. Voor de steun die ik gehad heb, maar ook voor het feit dat jullie het vertrouwen hadden om je eigen verhaal daarin te delen. So, ja, dikke merci daarvoor. Nu, ik ga deze vlog daar niet volledig om laten draaien. Als er iets nieuws te vertellen is, als er iets gebeurt, dan zal ik dat zeker delen, maar altijd kort, zodat dat zeker niet de vlog overheerst. Maar ik wil jullie natuurlijk ook wel graag op de hoogte houden. En hopelijk ja, is het alleen maar positief nieuws van nu af aan. Maar het was dus gisteravond nog best druk. We zijn laat teruggekomen, geland in Charleroi. Veel later dan eigenlijk voorzien, want er was wat vertraging. Dat was natuurlijk wat minder. Dat betekende ook dat we nog later thuis waren dan verwacht. En ik ben zo iemand die graag haar koffer leegmaakt op het ogenblik dat ze de deur binnenkomt. Omdat dat mij dan het gevoel geeft dat ik vooruit kan. Dat ik dingen kan doen. Als één keer die koffer leeg is, dan kan ik de was beginnen draaien. Dan gaat alles heeft terug zijn plek. Voor mij is dat alles in zijn manier om zo mijn vakantie goed af te sluiten. Als mijn koffer leeg, de was kan gedraaid worden, alle spullen krijgen terug zijn plek. En dan ben ik zo klaar. De volgende dag is alles weer zoals het hoort. Dus mijn koffer leeg. Dan heb ik wat wasjes zitten draaien. Of ja, die zijn nu nog altijd aan het draaien. Vandaar ook de droogkast. Er zijn trouwens veel te veel outfits bij. Veel te veel outfits en ook veel te veel schoenen. Maar gelukkig op de terugweg, mijn koffer was niet veel zwaarder. Dus ik heb niet moeten bijbetalen. Daarnaast was het ook een drukke dag, omdat we meteen alles op één dag gepland hebben. Daarnet om 9 uur was de expert van de verzekering hier. Dus als je 2 vlogs geleden gekeken hebt met de stormschade, dus ons schadegeval was aanvaard. Dan had ik een offerte doorgestuurd, dan heeft dat even geduurd. Dan heb ik eens gevraagd waarom dat zo lang duurde. Dan was die meneer op zijn teen getrapt, denk ik. Die had zoiets van, we hebben het veel te druk en jij vraagt hier achter de parasol. Dan heeft hij een expert aangeduid om toch eens te komen kijken of het effectief zo'n grote zweefparasol was, zoals ik beweerde. En die is deze morgen om 9 uur langsgekomen. Die heeft dan vastgesteld, inderdaad, het is een grote zweefparasol. Inderdaad, de baleine is kapot en de hoofdverbinding van de mast is kapot. Dus ja, hij heeft ons het bedrag toegekend dat we nodig hebben om een nieuwe parasol te kunnen kopen. Dus dat gaan we vandaag ook doen. Een nieuwe parasol bestellen en hopelijk hebben ze die in stok, kunnen ze die ook leveren. En dan gaan we een fijne nazomer tegemoet. Dan moeten we alleen nog de kapotte parasol ergens proberen verwijderen. Ik denk dat we ermee naar het containerpark gaan moeten gaan met een aanhangwagen, maar bon. Dat zijn zorgen voor later. En het spannendste dat er vandaag op de planning stond, was het verpotten van onze olijfboom. Dus we hadden dan geprobeerd om dat manueel te doen, maar dat was een beetje mislukt. Omdat, ja, dat is redelijk zwaar en we kregen het niet hoog genoeg gegeven om in de nieuwe sierpot te steken. Dus dan was het plan om dat met een kraantje te doen en die hoog genoeg op te heffen. Dat is net niet gelukt voor ons verlof. De planning kwam net niet goed genoeg uit, maar vandaag zijn ze hier geweest met een kraantje. En na al die activiteiten zijn we dus nog niet klaar, want we moeten nog wat boodschappen doen. Containerpark, IKEA. Ik moet ook even langs een servicepunt van Samsonite met mijn koffer. Ik had dat te laat gezien, maar toen we in Athene de hotelkamer binnenkwamen, zag ik dat een van de verbindingstukken op de rug van de koffer, dat die kapot was. En ja, dat is stom, maar ik had dat eigenlijk op de luchthaven moeten controleren. En dan krijg je daar een document van, dan kun je kosten verhalen, maar bon, dat is nu te laat. Dus ik ga eens vragen wat het kost om dat stuk te vervangen, of dat gaat. En dan moet ik dat gewoon uit eigen zak betalen, maar in elk geval, mijn koffer is op zich nog altijd perfect in orde. Het zou jammer zijn als ik die zou moeten wegdoen en een volledig nieuwe koffer zou moeten kopen voor zo één stuk dat hopelijk gewoon kan vervangen worden. Dus dat wil ik ook even navragen. En dan denk ik dat we er zijn voor vandaag. Maar bon, ik ga even mijn haar kammen, want met deze staart gaan we nu naar buiten. En dan zorg je dat ik klaar ben en dan gaan we weg. We zijn net even langs het Samsonite servicepunt gegaan. Dus om het u even te laten zien, dit is wat het er stuk is. Dus op de rug van de koffer hebben zo van die rubbertjes. De onderste die is gescheurd. Ze zei dat het regelmatig wel gebeurde en dat dat ook heel eenvoudig was om dat te herstellen. Dus ik heb de koffer daar gelaten. Ik heb een briefje gekregen. En als het klaar is, dan belt ze mij. Dan mag je de koffer terug gaan ophalen. Zo, klaar voor ons volgende avontuur. Onze eerste mosseltjes van het jaar bij de IKEA. Dus we moeten bij de IKEA zijn. En we dachten, we hebben nog niet gegeten, dus we komen hier in het restaurant. En het was
aanbieding van de mosseltjes. Met frietjes uiteraard. Voor mijn thee heb ik van die, ik weet niet hoe grote, plastic zakken nodig om in te bewaren. En een nieuwe aanvulling van mijn kapsokken met de klemmetjes. Even een korte pitstop thuis. Onze dag was goed gevuld, dus we zijn hier vertrokken. Mijn koffer gaan afgeven bij een servicepunt. Die gaat de rubberen dichting op de rug van de koffer maken. Dan ging ze mij iets laten weten en dan kon ik die terug afhalen. Dan zijn we naar het containerpark gegaan. Dan zijn we naar Exterio geweest, hebben onze parasol besteld. We gaan 8-ish weken moeten wachten, maar dan hebben we wel de kleur die dat we willen. Dus we hebben nu ons voorschot betaald en dan als die geleverd wordt of voordat die geleverd wordt, kunnen we het saldo betalen. Betekent wel dat we de rest van de zomer een beetje zonder zitten, maar we shall survive. Geen probleem in België. En dan zijn we naar de IKEA geweest. We hebben eerst iets gaan eten, dus er was niet zo heel veel keuze, had ik de indruk. Ze zetten vooral in vandaag op de mosseltjes. We hebben mosseltjes met frietjes gegeten. En aan de kassa was ze van, ja, heb je een IKEA family card? Want dan kreeg je korting op het eten, bla bla bla. En ineens kreeg je daar ook een bonusbon bij voor 5 euro in de winkel. Wat we sowieso moesten doen, want we waren daar voor onze kapstokjes en onze zakken. Dus dat was meteen mooi meegenomen. Allee, ik loop misschien achter met dat IKEA family gedoe, maar ik gebruikte dat nooit. En ja, blijkbaar is dat wel handig. Dus van die IKEA heb ik meegenomen 4 van deze kapstokjes. Deze hele grote plastic zakjes, die zijn 6 liter en 4,5 liter. En dat is dus ideaal om mijn Griekse thee, mijn Griekse bergthee, te stockeren. En onze standaard aankoop in de IKEA, een gigapak van die stevige, fantastiek servetten. Die zijn echt fantastisch. Die zijn heel fijn om te gebruiken. En that's it. Ik denk niet dat ik deze al had laten zien trouwens. Dit is het beeld, of het alleszins een replica van de Nike van Samothraki. Dus het standbeeld van de godin Nike, die dat ze gevonden hebben op het eiland Samothraki. Het hoofd was verdwenen, maar ze hebben dus nog het beeld gevonden met de mooie vleugeltjes. En het origineel staat nu in het Louvre. In Athene heb ik dus een miniatuur replica gekocht, omdat ik dat een geweldig beeld vind. Ik vond dat heel erg emotioneel om dat in het echt te zien. En ik had er toen wel spijt van dat ik in Parijs geen souvenir had gekocht. Maar kijk, ik heb het nu meegepakt vanuit Athene. Dit is niet de definitieve plaats. Hier heb ik dat even gelaten om te acclimatiseren. Het gaat wellicht verhuizen naar de andere kant, naar onze woonkamer. Very happy met een deze. Meegenomen op het vliegtuig, in de hand. Want ja, dat kon ik niet riskeren met die vleugeltjes dat dat in de bagage zou belanden. So, dat zou veel te ruw geweest zijn. Maar het is heel huids hier geraakt, zo. Toppie. Het is tijd om de thee te, ja, ik ging zeggen verpotten, maar dat is niet wat we ermee doen, in zakjes te steken. Dus dit zijn de grote zakken van de IKEA. Ik ga direct die van 6 liter nemen. Eens kijken hoe ver ik daarmee geraak. Als je mij nog nooit hebt zien stoeven over de Griekse bergthee, dit is het. Kruidenthee, heel lekker, ook goed voor je lijf. Als je ziek bent met een beetje honing is dat perfect. Ik drink wel eens graag een cappuccinotje op deze vlog, maar eigenlijk ben ik in hart en nieren een theemeisje. En dit soort thee, die kruidenthees, daar kun je me echt het gelukkigst mee maken. Munthee, ook super lekker. Kamillethee, I like. Maar de Griekse bergthee is het allerbeste. Hier betaal je best wat geld voor in België. En in Athene heb ik voor deze hoeveelheid 12 euro betaald. Like, score. Deze zakjes van de IKEA zijn dus ideaal om die thee in te bewaren. Dus dit is de uiteindelijke buit. 3 6 liter zakken van IKEA, a.k.a. jaarlang theeplezier. Een hele goede morgen. Een zonnige zaterdag krijgen we vandaag in België. Dus ik heb nog eens mijn H&M jurkje aangedaan. Hetgeen dat ik ook gekocht had vlak voordat we naar Athene zijn gegaan. Met een off-the-shoulder effect en plissetjes. Print doet mij een beetje aan Dior denken. Zo de Dior print die je ook op de booktote en zo ziet. Er is zoiets aan het motief en de combinatie van de kleuren dat mij alleszins aan Dior doet denken. En ik heb het er niet om gedaan, want ik vond het oprecht een mooi jurkje. Maar kijk, als het een beetje Dior vibes heeft voor een H&M prijs, dan mogen we zeker niet klagen. Ik heb trouwens ook de nieuwe blush en highlighter op die dat ik in Athene kocht in Sephora. Ik zal het even in detail laten zien in de badkamer. Dit is de blush, dat is de Valentino blush.
Eigenlijk is Eye to Cheek. Dan kan je het zowel als blush, maar ook als poeder oogschaduw gebruiken. In de kleur 01, Born in Roma. Een beetje fancy Valentino-achtig design. Met hier een stud waarmee je de blush kunt openen. Binnenin krijg je dan nog zo'n kwastje. Ik heb het er voorlopig bij gelaten omdat ik dat wel leuk vond. Niet dat ik dat per se wil gaan gebruiken, maar bon. En het is een hele rozige, frisse, ja, best gepigmenteerde blush. En dan de highlighter is deze van Rare Beauty. De Mesmerize highlighter of de kleur Mesmerize. Je ziet gewoon hoe het licht op die highlighter zit. Zo mooi. Ik heb foto's getrokken deze morgen uiteraard, want de zon scheen. Dus dat was het ideale moment. En dan kon ik ze ook meteen gebruiken. En je hebt zo de foto in de schaduw. Dat is een beetje gelijk dat die nu op camera verschijnt. Met zo die, ja, die gloed die daaruit komt. En dan in de zon is dat zo een en al sprankel. Oh. Mooi, heel mooi. De combo van de twee ziet er zo uit. Ik ben heel blij. As we speak is Timo onderweg naar de frituur om onze frietbestelling af te gaan halen. Om 12 uur hebben we afgesproken met vrienden hier thuis. Onze catsitters komen af, die krijgen naar traditie bij het overhandigen van de sleutel een portie frietjes cadeau. En we hebben ook cadeautjes voor hun mee, dus een Starbucks mok en ook een fles Griekse olijfolie. En dan gaan we lekker eten op het terras. Het is ideaal weer daarvoor. De tafel staat al klaar en ik ben nog altijd zo blij met het aanzicht van mijn verpotte olijfboom. Oh my god, echt zo tof. Goed groeien olijfje. Timo heeft trouwens ook deze morgen onze kapotte oude parasol ontmanteld. Nu dat de expert van de verzekering geweest is, mogen we die afbreken. Dus we hebben die uit elkaar gehaald. De stof konden we heel gemakkelijk van de parasol halen. En dan hebben we de mast kunnen losdraaien en de stukken uit elkaar halen. Dus alleen een stuk van de mast is één geheel. Maar dat kan in principe op zich in de auto geschoven worden als we de achterste zetels plat leggen. En dan zouden we alles in één keer naar het containerpark kunnen brengen. So far, so good. En dan is het wel 8 weken wachten op de nieuwe. Dat is een beetje jammer. Dus er was niks in stok. En al helemaal niet de kleur dat ik zou willen. We moesten sowieso 8 weken wachten, ongeacht welke kleur dat we wilden. Dus dan dacht ik, ja, dan is het ideale moment hier om een juiste kleurselectie te doen. Dus we zijn gegaan voor een witte voet, een witte mast en een witte doek. Wat op zich mooi zal staan met onze witte tafel, onze lounge en onze olijfboom, denken we toch. Maar het is nog even wachten en misschien dat we dan tegen half oktober nog een klein beetje een Indian summer krijgen, een nazomer, waar dat we de parasol toch al kunnen gebruiken. Ik weet niet of ik trouwens al de mokken van Starbucks had laten zien, maar ik heb er dus 2 voor mezelf gekocht. Eentje van Athene zelf. Die is blauw met groene accenten en een witte achtergrond. Hier het stadion waar dat de eerste moderne Olympische Spelen waren. Uiteraard ook de Acropolis. Veel groen ook, want uiteindelijk is er toch wel best wat groen in de Atheense straten te vinden. Dus een blauwe binnenkant. Zo eentje krijgen onze catsitters ook trouwens. Maar daar hadden ze ook eentje van Griekenland algemeen. En die heeft iets warmere kleuren. Met een zeilbootje, met archeologische vondsten. Met de meteora. Die kloosters die op die hele hoge bergen staan, wat er trouwens vrij kort bij is bij het dorp waar mijn grootouders vandaan komen. So, I liked. En dan heb je nog de Evzones. Die hebben ze niet op de Atheense mok gezet, maar wel op de Griekse. Zo'n open theater. En uiteraard ook een aardewerkkruik waar dat er olie of wijn in werd bewaard. Met een olijfgroene binnenkant. Because, of course, olijfbomen, olijfolie. Griekenland, it's all about the olives en de feta. Dus dit is de Starbucks mok voor de catsitters. En ze hadden ook een flesje of een brikje olijfolie gevraagd. Die is een klein beetje gedeukt, maar we hadden een tweede bij en die was veel meer gedeukt. Dus deze leek ons het mooist om cadeau te geven. Zeer, zeer goede Griekse Cretensische olijfolie. We hebben afgesproken met de vrienden dat we komende maandagavond nog eens een Griekse barbecue doen. Om te vieren dat de olijfboom eindelijk in zijn vaste nieuwe pot staat. Dus we komen in Griekenland. Nee, daar zijn we niet meer. We komen in Genk. Bij de Griekse winkel om nog wat benodigdheden te halen. Souvlaki, octopus en dikke yoghurt voor mijn tzatziki. Dat staat op mijn boodschappenlijstje. Het is goed dat ik mijn bergthee uit Griekenland heb meegenomen. Je ziet, €3,45 voor 40 gram, dat is niks, hè. Mijn €12 goed besteed. Het
tijd om een drankje te doen. De frappe in Griekenland was mij helaas een beetje te straf. Maar de frappe hier bij Kinko Coffee is een afgewaterde versie daarvan. Of alleszins een minder straffe versie. Zo, dat gaat hier zeker smaken als we een tafeltje vinden op het terras. Daar gaan we voor. Een hele goede middag op zondag. We hebben deze voormiddag alweer goed gewerkt. Ik heb de strijk gedaan. Dat wil zeggen dat alle was die we mee hadden van de vakantie, dus dat uit de koffer is gekomen, dat is gewassen en dat moest gestreken worden. Dat was een hele hoop, maar ik heb mij er even aan gezet en het is gebeurd. We zijn er vanaf. Dan hebben we ook een beetje DIY zitten herstellen, namelijk ons bed. Toen ze dat installeerden, x aantal jaar geleden, hebben ze ergens bij een van de ankerpunten de schroef verkeerd gestoken en die was zot aan het draaien. En op een gegeven moment is dat een beetje gekrakt. En dat was dus een samenkomst van twee stukken hout met een spleet. En doordat dat gekrakt is, kreeg je zo een wiegje ertussen. En leek het alsof dat houten frame zou doorzakken en volledig openbreken. Wat natuurlijk niet zomaar zou gebeuren, want dat wordt nog ondersteund door een metalen frame er binnenin. Maar we hadden toch wel enige bezorgdheid en we wilden niet dat het erger zou worden. Eigenlijk zouden we dat graag gewoon terug herstellen zoals het was. Eerst wilden we het niet zelf doen, hebben we terug onze bedverkoper gebeld of gemaild. En die ging dan een keer navragen. Maar om dat stuk dan te vervangen, vroegen ze €1200. Ik denk dat ze er een volledig nieuw frame onder zouden willen zetten. Dat zagen we niet zitten. Om dan een schrijnwerker te laten komen. Ja, om dan iemand te vinden voor zo'n klein werkje eigenlijk. Hè, want ja, dat is het wel. Dat zagen we dan ook niet meteen gebeuren. Dus dachten we, oké, laten we gewoon even logisch nadenken. Uiteindelijk hebben we een spanband rond de poten gedaan. En met een zachte hamer dat spieken terug weggewerkt. Alle schroeven aan de binnenkant van het frame nog eens goed aangewezen. Zodat alles goed vast zat. En dan een stukje metaal gekocht in de Hubo. Doe het zelf zaak. Om dan eigenlijk dat ankerpunt te ondersteunen. En met een paar extra vijzen eronder te zorgen dat niet zo verder kunnen doorzakken. En nu ziet het er perfect uit. Het was een beetje DIY. Echt, dat bed stond zo in een hoek op een trappetje dat we normaal gezien voor de dressing gebruiken om ergens hoog aan te kunnen. Dan heeft iemand dat er zitten inboren. Het was even afwachten, maar het is volledig gelukt. We zijn toch best handig. En het ziet er goed uit. Het ziet er goed uit en stevig uit. En ik denk dat we nu al onze zorgen kunnen vergeten. Dus bed, check. Strijken, check. Straks moeten we nog boodschappen doen, want morgen wordt het ook weer lekker warm weer en gaan we 's avonds een barbecue doen met de vrienden. Een Griekse barbecue om dan de olijfboom te vieren die in de nieuwe pot staat. Ja, het is een beetje een nozel, maar bon, je moet elk moment aangrijpen om te vieren. Hè. Dat hebben we intussen wel geleerd, dus dat gaan we doen. Maar eerst gaan we zelf iets eten en we denken dat we richting Boulevard gaan trekken in Hasselt. Hopelijk hebben ze een plekje voor ons, maar dat zou de ideale lunchpot zijn vandaag. We stonden aan de deur van Boulevard. Er kwam ook net een andere mevrouw af die was even verbaasd als wij. Op de website stond dat ze op verlof waren vanaf de 14e augustus. Vandaag is het 11 augustus. Maar ze waren dus eigenlijk al op verlof vanaf vandaag. Maar ze hadden dan de 14 de 11 moeten maken. Dat was misschien gemakkelijker geweest. En duidelijker op de website ook. Ah, is ook dicht? Ja. Oké. Okay. Poging 2 was Osteria Moretti. Die zijn ook op verlof. Poging 3 is dat we richting de Grote Markt gaan. En dat we daar, want daar zien we allemaal tafeltjes, mensen en parasolletjes. En dat we daar een tapatje eten. Oké, derde keer goede keer. Hè? Zo dan, hè. Een homemade lemonade met watermeloen. En een snoepje. De watermeloen homemade lemonade smaakt eigenlijk naar candy. Naar snoep. Wij zijn gaan voor de Spaanse portie voor twee, waar een beetje van alles op ligt. En een extra portie patatas bravas, ketjes, vlees, vis, olijfjes, van die bruschettakjes. Looking good.
Goed, onze tapas deze middag was zeker aan te raden. Die Spaanse schotel was top. Eigenlijk had ik daar geen extra patatas bravas bij moeten nemen, want er lagen er ook op. Maar dat stond niet op het lijstje, op de kaart. Zeker genoeg, dat was lekker. Dus dat was ook een schaduwrijk terras. Alleen de homemade lemonade. Dat is geen aanrader, dat is eigenlijk gewoon pure liquid candy. Niet zo verfrissend en dorstlessend als een homemade lemonade of alleszins zoals ik ze zou verwachten. Maar mo, dat is een kleintje. Dan hebben we nog een rondje door de stad gegaan en dan zijn we boodschappen gaan doen voor de week en ook voor onze barbecue van morgen. En dan hebben we een dutje gedaan op de zetel. En als je de vlog al langer kijkt, dan weet je dat ik dan zo'n beetje groggy wakker word. En dat ik eigenlijk weet dat ik geen dutje had mogen doen, maar het was te verleidelijk. En ik lag daar zo goed en zon, het was warm. En nu, ja, ik zoiets van, oh, nu ben ik heel groggy. Maar wow, ik heb een chocoladekoekje in mijn mond gepropt. Me even verfrist en we gaan weer op pad. We hebben de kans om een keer voortijdig de weide van Pukkelpop te bezoeken. Of alleszins het VIP-gedeelte. Ik heb geen idee tot waar we mogen komen. Ik heb ook geen idee of ik overal iets kan filmen, want er zijn blijkbaar strikte regels. Dus ik ga een beetje moeten luisteren naar de gids die ons rondleidt. Maar voor zover dat kan en zover dat ik mag, ga ik wel proberen om iets te filmen voor de vlog. Want we mogen dus een keer een bezoekje brengen aan de VIP, waar dat we anders nooit geraken. En nu dat nog niet bezig is, ja, ik dacht, hier moeten we van profiteren. Als we daar kunnen geraken, dan moeten we dat doen. Leuk voor mezelf om te zien, maar zeker ook zo leuk voor de vlog. Maar dus, ik weet nog niet hoe en waar ik mag filmen. Ik veronderstel dat er wel veiligheidsmaatregelen zijn, maar bon, we shall see. Ik ga mijn best doen. We staan op de mainstage, als waren we zelf een hoofdact. Dan moet hier nogal een rush zijn of een kick geven om hier dat podium op te lopen en dan al dat volk voor je te zien staan en te zeggen hallo Kiwis, let's rock! Kei cool! We hebben ook gehoord dat de grootte van het podium een beetje afhangt van de artiest en wat die vraagt. En dat het dus kan dat die van Werchter vandaag wat groter is en volgend jaar die van Pukkelpop wat groter, afhankelijk van de eisen van de artiest qua ruimte, vuurwerk, yada yada. Achter het hoofdpodium heb je het artiestendorp. Voor wie graag de groepje wil uithangen. Inderdaad, goed volzet. Dus ieder groepje zal zijn eigen kotje hebben, hè? Eigen kleedkamer. Ja. Welkom in de marquee. Als ik me niet vergis, kan hier 12.000 man, 15.000 man in. De rest van de aankomst. Een hele goede middag opnieuw. Ik heb jullie gisteren het laatst gezien toen ik aan het vloggen was in de backstage VIP-ruimte van Pukkelpop. Dat was leuk om eens mee te maken. Je ziet alles een keer langs de andere kant. En er zijn ook heel veel stukken die je als bezoeker van het festival niet ziet. Die dan zo ja, in de backstage en tussen de twee zones heb je een servitureweg waar dat dan bijvoorbeeld de leveringen en zo gebeuren. En dat zijn dingen die je compleet ontgaan als je gewoon op de wei zit en naar de podia aan het kijken bent. Dat is ook leuk om eens op het hoofdpodium te kunnen staan. Ik voelde mij even een ster. Maar goed, vandaag terug met de voetjes op de grond. We zijn thuis en we gaan snel iets lunchen samen. We hebben vanavond een barbecue met de vrienden om de olijfboom te vieren. Dus een Griekse barbecue. Ik heb deze morgen al de tzatziki geprept. Ik heb ook dolmades klaarstaan. De Griekse salade die ga ik later deze namiddag doen. Dan kan die ook even trekken. Maar dan zijn de smaken en ook de groentjes erin nog altijd vers. Die wordt dan gewoon in de frigo bewaard. Het vlees ligt in de koelkast. We hebben zo van die souvlaki spiesjes gekocht bij de Griekse winkel. En ik heb ook octopus tentakels die al voorgekookt zijn. Die we dus gewoon even moeten grillen op de barbecue. Die ook vrij snel klaar zijn als een voorgerechtje. En dan hebben we Griekse koekjes als dessert. En ook een limonade raketijsje.
Altijd lekker. Een citroenraketijsje. Dat was het, geen limonade. Een beetje een Italiaans citroenijsje. En het stokje is geen stokje, maar het is gemaakt van drop. Dus als je ijsje op is, heb je eigenlijk nog een drop snoepje om op te eten. We zijn nog eens bij Shanti Wiens beland voor een koffietje. Dat is nu een nieuwe uitbater trouwens. De vorige heeft het overgedragen. Dat is een dame die het nu heeft. Nieuwe kaart ook. Ik heb een iced latte geprobeerd. Eigenlijk wel heel erg lekker. Dat is een heel tof adresje omdat het een heel goed zonnig terras heeft. We hebben vooraan gezeten in de schaduw. Dat is ook aangenaam. We gaan nu richting de auto, terug naar huis. En dan ga ik proberen mijn Athene vlog te editen, zodat die vandaag of morgen live kan gaan. We gaan stilaan beginnen met onze preps voor de barbecue. We hebben afgesproken om 7 uur. Aangezien dat we nu geen parasol meer hebben, tijdelijk, en ons terras anders veel te zonnig is, hebben we wat later afgesproken, zodat we de schaduw van de ondergaande zon kunnen gebruiken. Het ziet er nu al redelijk goed uit, het is nog warm buiten. We gaan alleszins al wat beter beschermd zijn tegen de zon, en dat is ook al iets. Timo is even de tafel aan het dekken. Ik ga het brood snijden. De salade is het klaar, die ligt in de frigo. De tzatziki is ook klaar. De omadakia liggen klaar. Eigenlijk zijn we volledig klaar. En is het een kwestie van de barbecue aan te steken en het vuur hoog genoeg te krijgen en dan alles op de barbecue te leggen. En dan zouden we normaal gezien, als het 7 uur is en iedereen toekomt, zo ongeveer klaar moeten zijn om vrij snel te kunnen eten. Goedemorgen in het ochtendlicht en oh my god, mijn highlighter popt van het scherm. Het is de Rare Beauty Mesmerize highlighter. Zeer, zeer mooi. Het is zeer vroeg vandaag. Het is iets na 7 uur en we staan op vertrekken. We gaan een dagje naar zee. Timo, zijn broer, die zit daar op een appartement tijdens een zomervakantie. So, wij gaan een dagje naar daar. We gaan eigenlijk ook gewoon apart dingen doen. Dus wij gaan een beetje door de winkelstraat lopen en shoppen en rondkijken, window shoppen. En dan gaan we rond de middag of iets na de middag gaan we afspreken om samen iets te lunchen. Dus het is een beetje een relaxed dagje. Klein beetje family time, maar niet te veel. Vooral zelf genieten van het zeetje. Het zou er vandaag 25 graden worden. Wat een beetje frisser is dan gisteren, maar zeker nog aangenaam. Welkom in de kustgemeente met de golfkarretjes. We zijn net even gaan ontbijten bij Marie-Rose Bakery Café. De plek met tot nu toe, bij mijn weten, de beste pain au chocolat in België. Lekker fluffy en crunchy. En ik had dan ook een acai bowl erbij genomen voor de gezondheid, hè, om de balans te houden. We hebben onze portie window shopping gehad. We zijn gaan ontbijten en dan de Dumortierlaan afgewandeld via de Lippenslaan, de Kustlaan. Eigenlijk hebben we een rondje gedaan.
terug naar de parking. Wel, heel veel winkels ook dicht op dinsdag, dus dat was een beetje een domper op mijn shoppingplan. Maar we hebben wel goed gewindowshopt en ook heel wat galerijkens gezien en zo. Nu zijn we aan het wandelen richting het huurappartement van Timo zijn broer. En we gaan ergens eten tussen onze parking en zijn appartement. We hebben een half uurtje wandeling voor de boeg. Maar dat is goed, dan hebben we een beetje cardio gehad voordat we gaan eten deze middag. Oeh, intussen zijn we al goed uitgeput. Het is een pak rustiger dan het centrum van Knokke. De verse vis was super lekker. We hebben geen dessert genomen. Maar we hebben afscheid genomen van Timo zijn broer. En wij gaan terug richting de parking. Terug richting Limburg. Mijn papa die is sinds gisteren opgenomen in een revalidatiecentrum voor neurologische aandoeningen. Of niet aangeboren aandoeningen. Om te revalideren voor zijn spraak. Dat is een andere afdeling in een ander ziekenhuis dan waar hij eerst zat. En op weg naar huis of ja, ergens onderweg gaan we daar proberen stoppen om hem te bezoeken. Maar eerst moeten we dus nog even van de kust tot aan Limburg geraken. We're back. Het is intussen donderdag, toch? Ja. Dinsdag waren we nog aan zee. Het heeft ons wel geteld 4,5 uur. 4,5 uur. Gekost om van de zee terug naar Limburg te rijden. Het was mega file in Antwerpen. Lang geleden dat we zoiets hebben meegemaakt. We stonden gewoon stil. Like 2 uur gewoon. Nada, niks. Niks gebeurde er. Oh well. We zijn er toch geraakt. Gisteren heb ik niet zoveel gevlogd. We zijn even de stad in gegaan. We zijn gaan eten bij Otacos. Dat is op de Grote Markt. Een soort van ja, fastfood chain met tacos. Voor mij zijn het eigenlijk eerder burritos. Maar er zit veel kaas in. Kip en extra kaas bovenop. Dus dat was vooral veel kaas, maar vooral ook heel erg lekker om dan een keer te eten. Misschien niet voor elke week, maar zo voor once in a time. Best oké. We zijn dan ook naar mijn papa geweest. Die zit sinds deze week in een andere afdeling, in een andere locatie. Dus nu zit hij echt in een revalidatieafdeling, waar dat ze volle bak gaan voor revalidatie van zijn niet aangeboren hersenaandoening. Want zo noemen ze dat als je een herseninfarct gehad hebt. Het gaat 6 weken duren. Na 6 weken gaan ze evalueren of dat hij daar nog wel langer moet blijven of dat hij wel naar huis kan. Dus deze week gingen ze alles een beetje in kaart brengen. De logopedist had mij ook gebeld, dus ik heb daar een beetje een gesprek mee gehad en het ook even toegelicht. Dus ja, ze had ook wel door. Ze zei, ja, ik merk wel aan hoe dat uw papa spreekt dat hij heel goed Nederlands sprak voorheen. Dus dat was ook iets waar dat ze aan zouden werken. Ik heb ook gezegd van ja, als je iets nodig hebt, als je vragen hebt, bel mij. Ik ben altijd bereikbaar. Beter dat je mij een keertje te veel belt dan te weinig. Het is wel een andere locatie voor ons, dus we moeten een pak verder rijden. Maar goed, het is voor mijn papa zijn gezondheid, dus dat nemen we er wel graag bij. Vanaf vandaag is het trouwens belegering in Hasselt. Heel Hasselt zit strop. Het is Pukkelpop in Kiewiet. Het is een groot jaarlijks festival, dus heel Hasselt moet zich daarop aanpassen. Er is een grote omleidingsweg, je kan niet zomaar meer naar het centrum rijden. Er wordt heel veel volk verwacht op de weide. Dus ja, het is eventjes doorbijten. Na zondag wordt het hier weer rustiger in Hasselt, het kleine provinciestadje van Limburg. Maar voor nu staat er heel veel ambiance op de agenda. Het is vandaag trouwens 15 augustus, a.k.a. een feestdag, zeker in de Grieks-Orthodoxe kerk. Het is het naamfeest van mijn moeder, Maria. En in Antwerpen is Moedertjesdag, dat weten we. Dus het is wel een hoogdag voor de mamatjes. En zeker ook voor mijn mama met haar naam. We zijn op weg naar haar in Houthalen. Dus we zijn hier in Zonhoven gestopt bij Bloemendroom. Om eens te komen kijken voor een boeketje. Die waren vandaag open tot 1 uur. Dus dat is ideaal. Hier even stoppen, vers boeketje mee en dan naar mijn mama rijden. Tof boeketje. We zijn even naar Hasselt gekomen om iets te eten. Het is toevallig vandaag ook de eerste omgang van de Vierga-Jesse-feesten. Dus er is hier veel te doen. Ons eerste plan was gaan eten bij BBC, maar die waren al dicht. En we hebben nog een tafeltje gevonden bij mijn zondie. De keuken gaat ook dicht om 3 uur, maar we hebben nog net om 3:15 kunnen bestellen. Nice and melty, de cheese. Lekker. Antonio heeft een shakshuka, ze ziet er ook goed uit. De croque brie heeft weer gesmaakt. Dat is altijd lekker. Simpel, maar goed. Ja.
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam. Zo, we zaten blijkbaar zo in de staart van de stoet. Dus dat hebben we nog meegemaakt, terwijl we hier bij King Kong zaten. We zaten eerst binnen, maar toen kwam er buiten een tafeltje vrij. En Gemma heeft dat voor ons gehokt. Zij, er komt een tafeltje vrij. Zij snel. En we zaten ineens buiten. Dus de stoet is nu voorbij. We denken dat alleszins, omdat iedereen die hier rond zat om de stoet te volgen, heeft allemaal het stoeltje opgeruimd waar dat ze op zaten. En is nu vertrokken. Dus ik denk dat de stoet effectief gedaan is. Het is wel een big deal voor Hasselt, blijkbaar. Er komt echt heel veel bezoek en heel veel volk op af. So. Een hele goede morgen. Een kleine outfit of the day. T-shirtje van Reese. Rok ook van Reese. Dat is weer een hele Reese-outfit. Anyway, t-shirt, plissé-rok. Een beetje asymmetrisch, dat loopt wel uit in punten. Je ziet dat niet super hard, maar dat geeft de rok wel een beetje meer dimensie. Zeker als je beweegt. En dan sandaaltjes. Mijn mooie Aquasura-sandaaltjes met de vlindertjes. Nog altijd een van mijn favoriete aankopen van vorig jaar. Gezien, verliefd geworden, besteld en heel blij dat ze mij pasten. Zo, ik haal ze graag nog eens uit de kast. En ze passen ook wel bij de lichte en rozige outfit. Tira, haar outfit of the day is een bontje van eigen makelij. Hè? Altijd in stijl. De was snel even opgehangen en nu staan we klaar om te vertrekken. We gaan nog eens een dagje naar Roermond. Een beetje een traditie tijdens onze zomervakantie. Ik kijk vooral uit naar de lunch bij Wagamama. Maar ja, een keer door Roermond Outlet Center stappen is ook altijd leuk. Eens kijken wat de nieuwe collecties zijn. Koffietje drinken, op het gemak een beetje people kijken op een bankje. Altijd plezant. Okay, we made it met een beetje omweg, want de snelweg was een stuk afgesloten. Dus we zijn zo van de snelweg af moeten gaan, binnendoor moeten rijden. But we made it. Meteen even de New Balance store binnen geweest. Maar ja, leuke schoentjes gezien, maar niks dat ik echt per se moest hebben. Maar ik heb het wel gefilmd, als iemand het interesse heeft. Beetje Franse vibes hier bij Bistro Margot. De Gucci store was heel rustig, was ook heel goed qua stok. Mooie dingen gezien, ook dingen die 2 maanden geleden nog in de gewone winkel stonden en nu al in de outlet. Het is wel een beetje pijnlijk als je dan dat full price hebt gekocht. Valentino store was ook heel mooi, mooie stuks, echt veel gezien, gepast voor de spiegel en zo. De Jimmy Choo store, daar mag ik niet meer filmen, maar daar was ook niet veel interessants te zien. En dan zijn we net nog even de L'Occitane binnen gegaan. En dat was ook sale, maar mijn handzeep met rozemarijn was er niet meer. En dan zijn we ook de Lindt chocoladewinkel binnengegaan om zo zelf een zakje samen te stellen met chocoladesmaakjes. We zitten op het terras bij Wagamama. Een klein beetje drama, want het menu is veranderd. Dus bijvoorbeeld de ramen met gyoza is niet meer op kaart. De donburi gelukkig nog wel. En er zijn ook nieuwe gerechtjes en die zien er ook goed uit. Dus nu kunnen we niet meer kiezen. Dit ziet er goed uit. Heel gezond ook. Het ziet er ook lekker uit. Dit is het nieuwe gerecht met tofu, rijst, ingemaakte groentjes. Hier heeft een classic, de katsu curry. Nu toe nergens moeten aanschuiven, maar wel bij de Birkenstock.
klaar voor onze zaterdag. Vandaag gaan we zelf naar Pukkepop. Sam Smith komt vanavond optreden en die wil ik wel heel graag zien. Maar we gaan uiteraard de hele dag, want ja, je koopt een ticket voor de hele dag. En het zou jammer zijn als je daar niet van zou profiteren. Dus we gaan deze middag al. Er zijn wel wat bands die ik ken of herken. Soms weet ik de namen niet. Dat is waarschijnlijk de leeftijd dat ik de namen lees en dat dat mij helemaal niks zegt. Maar dat ik tenminste wel het liedje herken. En dat ik dan denk, ah ja, ja, ik ken dat, ik ken dat. Dus daar gaan we ook naar kijken. Er is ook een foodtruck festivalzone op Pukkelpop. Dus we gaan daar goed eten. We hebben vorig jaar Tibetaans, Koreaans en ook pizza. Zo homemade pizza gegeten. Dus dat was allemaal lekker. Gisteren heeft het geregend, was het grijs, dus het gras, de weide gaat wel nat zijn. Maar we hebben een hammamdoek bij als we zouden willen gaan zitten. En vandaag belooft het droog en zonnig te worden. Dus ik heb gewoon hetzelfde aan als gisteren, maar dan met sneakertjes eronder. Ik ben 3 keer van outfit veranderd. Eerst dacht ik, ja, een jeansbroek. Toen dacht ik van, nee, ik heb toch liever een jurkje of een rok. Dan heb ik een jurkje aangedaan, maar dat waren iets langere mouwen. En het was nu best wel warm overdag. Dus toen dacht ik, nee, ik ga gewoon hetzelfde aandoen als gisteren. En ik ga wel nog een truitje meepakken. En ik heb ook mijn tas vervangen. Dus ik heb nu alles in mijn kleinere coachtas gezet. Als er dan een pint bier over gemorst wordt, is dat niet zo heel erg. Alleen nog even het truitje moet ik kiezen, want vanavond gaat het uiteraard frisser worden. Ik weet dat ik het koud ga hebben. De vraag is alleen hoe koud en hoe dik moet mijn trui zijn. We gaan mijn nieuwe flashy trui meepakken. Wel, neutrale kleur en flashy. En dat past ook nog wel goed bij mijn rok. Oké, we made it. We zijn door de ingang op Pukkelpop. Ik kon daarnet niks zeggen, want het optreden was nog bezig en het was zeer, zeer luid. We gaan op zoek naar 1, oordopjes, voor onze gevoelige oortjes. En 2, eten. Nee, eerst drankbonnen. Eten en drankbonnen, want anders kunnen we geen eten kopen. Beter. Als er dumplings op een foodtruckfestival staan, dan weet je dat ik daar iets ga bestellen. Ik heb 2 soorten gevraagd. De Korean barbecue met kimchi. En de Japanse teriyaki, ook met mango en zo een gemaakte komkommer. Looking good. Ik vind ze alle 2 lekker. De ene is een beetje meer... Nee, ik denk niet dat de ene meer spicy is dan de andere, maar... Oeh, ik heb 2 medium porties genomen. Ik kon ook large gaan of een mix als je niet kon kiezen, maar... Zo had het wel. Next up, Korean fried chicken. De selectie is dit jaar trouwens nog beter dan vorig jaar. Dus je hebt hier Korean fried chicken, dumplings, pizza, allerlei burgers, stokjes, allee, souvlaki-achtige dingen, Tibetaans, Thais, Vietnamees, healthy food, homemade pizza. Ik heb hier een truck gezien met ook granita. Dat is wel lekker als zo dorstig dessert. Geeft u een beetje frisheid met zo limoen en munt. We'll take that later. Mission Masala heeft hier 3 spotjes. Zo. Allee, je kunt hier eigenlijk alles eten wat je wilt. Zo, foodies, welkom op Pukkelpop. Supergezellig aan Foodwood. Vorig jaar waren de mannen van Borokov ook komen optreden. En dit jaar weer dikke ambiance. En we zaten echt wel goed, met goed zicht. En ja, we hebben lekker gegeten. We gaan nu even op zoek naar vrienden van ons. Die zouden aan de dancehall moeten zijn. Tegenwoordig hebben we sms'en en whatsapp en zo. Vroeger moesten we een berichtje achterlaten aan de hummelstand om te weten waar dat we waren. Gelukkig gaat het vandaag de dag allemaal wat vlotter. Griekse pitagyros, maar een Indische naan, wrap. Looking good. Kijk, ik heb al een hapje uitgenomen.